I was always teaching of sport is that kind of thing that is teaching you from trouble, you know. So it's always good to be involved in any kind of sport. Veel jongens die dan meedoen aan de Twente Cup en ook die ik in mijn team heb, die ken ik vanuit het ambulante jongerenwerk. Dus echt gewoon de straat op en zo jongeren tegenkomen in de wijk, zeg maar. Jongeren veroorzaken dan overlast, geluidsoverlast, vandalisme, van alles. En van daaruit ken ik die jongeren. Dus dat zijn dan niet de meest gemotiveerde jongeren die dan zin hebben om iets in de wijk te gaan doen. Maar goed, dan bouw je een vertrouwensband op en nou, dan gaandeweg dat project, dan zijn de jongeren steeds meer gemotiveerd. We gaan met 25 teams 5 maanden aan de slag. Teams gaan in hun eigen woonwijk activiteiten uitvoeren, met name buurtbijdragers. Dat gaan ze 5 maanden doen, verdienen ze punten voor. En ja, als je genoeg punten hebt verdiend, dan verdien je daarmee deelname aan het eindtoernooi om de FC Twente Cup. Dat is een groot voetbaltoernooi in Hengelo. En de finalisten strijden in de Grolsvesten uiteindelijk om de titel. Eigenlijk een jaarlijks initiatief wat wij nemen dan, of in ieder geval met de teams waarin ik meedoe aan de Twente Cup, is ondersteuning op de kerstmarkt in Twekkelenveld. En dan staan we vaak voor een goed doel. En dat goede doel is wisselend. De ene keer is het voor ouderen in de wijk en de andere keer is het voor Stichting de Zonnebloem. Dus ja, dat vind ik wel een heel goed initiatief wat eigenlijk jaarlijks wel terugkomt. Dan gaan we in de buurt werken voor bijvoorbeeld ouderen. Dan gaan we bingoavond doen en zo. En gewoon voor de buurt dingen doen. En hoe vind je dat je die dingetjes wel eerst moet doen voordat je die spullen kan verdienen? Dat vind ik juist heel leuk. Dat vind ik eigenlijk gewoon het leukst, juist. En de rest? Nou, ik vind het op zich ook nog best wel leuk, ja. Die samenhorigheid en gewoon om als groep dan samen aan iets deel te nemen. Ja, echt dat groepsgevoel. We hebben ook een groepsapp van alles, waarvan alles besproken wordt. En wat je gewoon merkt is, als iemand bijvoorbeeld niet komt bij een activiteit of wat dan ook, dan hoef ik vaak niet eens wat te zeggen, maar de jongeren spreken elkaar aan. Dus die wisselwerking, zeg maar, en dat gewoon als team samen doen. En ook op het moment dat dan een teamlid wegvalt door wat voor reden dan ook, dan merk je gewoon de rest van het team probeert diegene er toch weer bij te houden van, hey, kom op, we hebben een afspraak met elkaar en dit gaan we gewoon netjes met elkaar afronden. Dus dat is heel mooi om te zien. Het mooiste is als deelnemers die al eerder mee hebben gedaan, een kweekvijver vormen voor nieuwe jongeren, zeg maar. En dat vult elkaar jaarlijks heel mooi aan. Dus je ziet een nieuwe aanwas ontstaan en je ziet ook een generatie die het hartstikke leuk vindt en nog een keer mee wil doen. Afgelopen jaar heb ik ook met een team wat grotendeels uit jongeren van dit team bestaat, hebben we ook in de finale hebben we gevoetbald en ook gewonnen uiteindelijk. En dat was ook in het Twente Stadion, dus dat is voor de jongens gewoon echt een unieke ervaring geweest. Ja, dat kan je niet beschrijven. Er zijn ook heel veel ouders en je kunt je voorstellen dat zijn gewoon jongeren uit kansarme gezinnen, om het zo maar te zeggen, die dan nu de mogelijkheid krijgen om op het Heilige Twentegras te voetballen. Dus dat is echt heel bijzonder. Die wedstrijd wat ze hier in de Grolsvesten kunnen spelen, vinden ze allemaal prachtig natuurlijk. Dus daar is het ook allemaal om te doen, denk ik. Ja, niet per se dat, maar ook de hele trajecten naartoe. Maar ik denk dat wel het mooiste toetje is die ze kunnen krijgen.